Deze beschouwing is speciaal in het licht van de coronacrisis. Oh, wat heb ik weer lekker gewerkt vandaag. Mijn dag begon verschrikkelijk goed. Dus ik kom om, iets voor 9 ben ik in het washok. Dan pak ik mijn schone spullen. En er was vandaag geen collega om gedag tegen te zeggen. Maar dat maakt niet uit. Nee, op het laatst kwam er nog iemand binnen. Maar toen was ik al bijna aan het weggaan. Want toen liep ik langs mijn baas, zijn kantoortje. En die heeft dus de koffie geregeld. Want normaal gesproken haalden we koffie bij de medische dienst. Maar dat mag niet meer. Vanwege de corona. En mijn baas vindt dat koffie behoort tot de absoluut vereiste arbeidsomstandigheden. We hebben een goede baas. Die geeft hem ons. En hij zorgde dus vanaf dat moment voor dat de deur naar zijn kantoor. Er zit een gangetje, een kamer en zo. Dat is allemaal open. En dan kunnen wij dus bij zijn koffieautomaat. Want de baas heeft dus een koffieautomaat aan zijn kantoor. Maar dat moet ook, want die heeft wel eens vergadering. En ja, wil je gelijk koffie kunnen pakken. Dat is wel lekkere koffie. En mijn baas die zat dus in zijn kantoortje. En ik stond bij de koffieautomaat mijn bonen, latte bonen te doen. En extra, maximaal suiker, maximale sterkte, geen gezeur. Wat kosten van de baas, koffie drinken. En dan riep mijn baas, we hebben je gemist. Want ik ben 2 dagen vrij geweest. Lekker man, net wat ik met vakantie ben geweest. Naar mijn idee heeft het bijna een week geduurd. En zei mijn baas, ja, we hebben je gemist. Ik zei, oh, dat hoor ik graag. Ja, zei hij, want diegene die het waarnam, hele aardige vent, en die doet invalwerk, dus die was de invaller. Een goede schoonmaker. Respect. Maar dat terzijde, die had dus tegen mijn baas gezegd van, jeetje wat een groep. Net of je tussen de leeuwen loopt. Je weet niet wie er gaat aanvallen. Hoe doet die Perry dat? Loopt hij daar soms met een pistool in de rond? Mijn baas lachen, jongen. Oh. Ja, en ik ook natuurlijk. Ja, het is zo. Die groep waar ik zit, en dat wist ik gelijk al. Toen ik mijn baas zag, dat was ergens in januari. Dat hij zo mij van top tot teen opnam en zo een beetje ging informeren van, ik zal me even voorstellen. En hij had dus uren in de aanbieding. Hij was ik ben die manager. En ik gelijk zo, oh, ben jij manager? Ik zei, ik wil graag uren. En dat zeg ik hier al zo'n beetje tegen iedereen van het management. Dus ook maar tegen jou. Ik zei, en ik heb een diploma. Ik heb de opleiding gedaan. Niet jokken. Ik heb de opleiding gedaan voor schoonmaker. Dus 5 dagen ben ik getraind. 4 dagen. En ik weet er echt alles van. En ik heb heel veel geoefend. Als ik een toilet doe, dan doe ik dat precies zoals dat moet op het tentamen. Tenminste, dat probeer ik. Dat doe ik echt niet altijd. Maar. Ah, sorry. Ja, ik zal je in gedachten houden. Nou, dat werd dus uiteindelijk mijn baas. En toen ik zag aan die vent, van jij was een hele handige gozer en met jou gaat altijd alles goed. Dan heb ik een hele strakke,
manier van managen vind ik ook heel lekker. En nee, ik snap hem drommels goed. En toen zat ik dus op die locatie waar ik dus... Ja, dat was het. Ik was even op die locatie en... Toen wist ik nog niet of net juist wel dat ik hem voor vast zou gaan krijgen. En ik zag die locatie en ik begreep het gelijk. Want ik had het nog nooit meegemaakt. Dat je binnenkomt met je waskar. En dat er dan dus 2, 3 mensen rond die kar komen drommen. En dan ze kijken. En er ging er eentje met mijn spullen gooien. En ik, oh, zit die zo in elkaar. En dat geldt voor die club. Die zijn ook bij elkaar gezet omdat ze... Ja, ze hebben moeilijk verstaanbaar gedrag. Maar... Ik ken een andere locatie en... Ja, dat zijn ook dat soort mensen. En deze vond ik wel... Oh, dat was wel echt wel leuk. Maar die mensen zijn wel heel druk. En nu ken ik ze stuk voor stuk. En ja, bij mij maken ze de pis niet lauw. Ik ben er 2 keer geslagen door 2 verschillende gozers. Nou, toen zijn er maatregelen getroffen. Dat lijkt me nogal wieders. Ja, ik ben daar de schoonmaker, niet de boksbal. Dat gaf een hele hoop tumult in de tent. Maar dat is logisch. En mijn baas die loste dat heel goed op. Die pakte dat gelijk aan. Hij zei tegen mij, je had dit eerder moeten zeggen. En daar heeft hij gelijk in. Daar hou ik me voortaan aan. Sorry. Of zo, ik heb geen sorry gezegd. Nou, ik heb tegen hem gezegd, volgende keer bij de eerste. Ja, maar cool. En toen was het ook zo leuk met mijn baas. Dat hij zei van, ja, en heb ik ook nog een vraag. En het ging erom, met die corona hoef ik 1 object niet meer te doen. Want er komt niemand. En dat is maar 1 uur in de week. En die hoef ik niet meer te doen. Maar die krijg ik wel uitbetaald. En dat is fijn. En dan heb ik tegen mijn baas gezegd van nou, die uren... wat gaan we ermee doen? Ik kan hem ook die uren spanderen op de locatie die ik dus nog steeds doe. Mijn hoofdlocatie. Dat is 22 uur in de week. En toen zei mijn baas, nee, dat hoeft niet. Neem maar vrij. En toen zei ik toen tegen hem van nou, dan schrijven we het gewoon op hoor. En wat blijkt nou, een collega van mij die gaat met vakantie. En haar klusjes gebeuren moet overgenomen worden. En hij had nog wat over. Wat wil je dat doen? Ik zei ja natuurlijk. En vroeg hij heel beleefd. Terwijl hij dat niet had hoeven doen. Want ik had al tegen hem gezegd van... Je roept maar af. Dat is leuk. Een heel gezellig werk. Heel menselijk. En dat dan die vrouw die dus met vakantie gaat... En dat weet ik dus nu. En die kwam ik dan tegen bij de bushalte. Met nog een andere schoonmaker... En dan zei ik tegen haar van, ja, ik moet jouw klus overnemen van daar en daar. Dan en dan. En dan kom ik van de week, moet je mij maar even laten zien wat je dan allemaal doet. En waar de spullen staan en die dingen. Ja, zei ze, dat is goed. En dat ga ik morgenochtend doen. Ga ik even naar haar. En leidt ze mij in de ronde. Weet precies wat ik moet doen. Ja, dat soort dingen, dat is allemaal zo lekker simpel. En dan terug naar die coronacrisis. Het was altijd
de tijd voor de mens om te beseffen dat het rustige, doordachte, vriendelijke, aardige, om elkaar denkende bestaan, dat is het bestaan. En buiten dat is er helemaal niks. En van dat bestaan word je intens happy, gelukkig en kan iedereen je rug op. En dat is een gevoel. Dat is een gevoel en daar moet je naar op zoek. Want je kan niet zeggen, ja, Perry, jij hebt dat, want je hebt mazzel gehad. Ik heb natuurlijk mazzel gehad, dat klopt. Maar iedereen kon het doen. Iedereen kon een open brief schrijven naar die instantie. Of naar zo'n iets in bij jou in de buurt kan je ook doen. Open brief. Open sollicitatie. En dan begin je gewoon een schoonmaker op een nulurencontract. Contract. Die hebben ze altijd nodig. Gewoon invallen. Het was hartstikke leuk. Ja, dat is dan weer het ding. Je moet het dus leuk vinden wat je doet. En daarbij is het belangrijk dat je niet een vooringenomen idee hebt van dat zou wel eens leuk kunnen zijn en dat juist niet. Want eigenlijk is dat geen goede aanpak. Je moet wel kijken of je het leuk vindt. En je vindt het misschien wat je doet niet gelijk leuk. Maar hoe leuk vind je het als je het leuk probeert te vinden? Hoe is het dan? Zoals Christus zei, tel je zegeningen. Wat zijn nou de positieve dingen aan je werk? Ik deed het nou even over het werk, dus het gaat er verder niet om. Ik wou het hebben over vissen. Over een hobby. Maar lekker chillen met die corona-ellende. Dan doe rustig. Nee, je krijgt geen corona. Want iedereen heeft het al. We zijn alle... Ja, ik ben helemaal sprakeloos of zo. Maar we zijn elke vorm voor maat. Zijn we kwijt. Corona, daarvan wordt gezegd dat het gaat om een virus. Een virus, dat is levenloos materiaal. En er wordt dan gezegd dat dat niet bij toeval ontstaat, maar dat het ooit deel uitmaakte als zijnde levend DNA. En dat is een brokstuk van ooit levend DNA. En dat brokstuk van het ooit levende DNA, dat kan zich innestelen in het DNA van een levende cel. En dan gaat in die levende cel van alles mis, want er zit wildvreemd DNA in het DNA. Snap je nog? En dan zou de grote truc zijn dat dan dat DNA gaat alleen nog maar nieuwe virussen maken. Dus die produceert dan een kopie van het ingedrongen DNA. Je DNA. Gewoon heel simpel denken. DNA is niets meer dan een sequentie Lego steentjes waarbij je maar vier kleuren hebt. Wit, groen, rood en blauw. En die zitten op een bepaalde volgorde achter elkaar. Dat is DNA. Meer niet. En dan heb je dus brokstukken DNA. En dat kan het dus net zo goed, hartstikke goed doen, dat het gerepliceerd kan worden. En het repliceert alleen maar zichzelf. Best wel raar eigenlijk dat dat zou kunnen, maar laten we er maar van uitgaan. Dat wordt er wel gezegd. En dan heb je klassificaties binnen die virussen. Ja, begin er maar aan.
Kijk, je hebt het over brokstukken DNA. En wat voor soorten heb je dan? Ja, hoeveel soorten DNA heb je? Zucht. Dat zijn dus brokstukken DNA. En dat is dan een virus. En het onderscheid tussen een virus en een gewoon brokstuk DNA. Is dat een gewoon brokstuk DNA? Kan niet zomaar opgenomen worden in het DNA-celkern gebeuren van een levende cel. En een brokstuk wat dat wel kan. Wel wordt opgenomen. Dat noemen wij een virus. En dan moet dat ook nog zichzelf gaan dupliceren. In dat hele gebeuren. Of. Weet ik veel wat. Die cel die slaat aan het delen en die functioneert niet meer. Dan dat je er een kanker van krijgt. Dat wordt ook gezegd. Dan krijg je alles met dezelfde cel. De cel met het geïnfecteerd is dus één stukje, één virus zit erin. En die cel die gaat zich als een debiel vermenigvuldigen. En dan krijg je een bult. Dat is een kanker, sekkelcel. Allemaal van die virussen. En dan zeggen ze ook dat die virussen muteren. Dan krijg je nieuwe soorten virussen. De godganse tijd. Dus de griep is daar een goed voorbeeld van. De griepprik van 1993, die werkte in 1994 niet. Want dan hadden ze allemaal nieuwe griepdingen. Dus dan moet je ieder jaar moet je updaten of upgraden. Je moet wel het allernieuwste ding in je laten injecteren, want anders ben je niet bestendig tegen dat virus. Dat is dan ook nog zo. Dus dat ze zeggen van ja, dat gevaar met je hebt zo'n brokstuk DNA-ding, dat komt in je lichaam. Maar dat is niet het einde van de wereld. Als datzelfde ding, maar dus je lichaam wordt er immuun voor. En dan krijg je bepaalde antistoffen of zo. Ja, jij kan het geloven. Als jij dat allemaal gelooft, dan geloof je het. Nee, ik vind het allemaal heel moeilijk te geloven. Als ik er dan aan denk wat er dan allemaal achter zit. Van nou, als het zo werkt, nou. Hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, hè? En te meer, hè, daarbovenop, dat is interessant dit, hoor. In de 20e eeuw, daar is er een stroming geweest van, ik zou bijna zeggen, kunstzinnige, schier metafysisch denkende wetenschappers. Eentje daarvan, daar heb ik een boekje hier in huis van. En die heette Jordan. En die heeft het boekje geschreven De causale verklaring van het leven. En ja, daarin zegt hij, of ja, concludeert hij dat Kant geen gelijk heeft. Dat is vet. Dus Kant weerleggen, Immanuel Kant, hè? De grote die nooit weerlegd kon worden. Hè? Maar dat Kant weerlegd zou kunnen worden, dacht hij. Ja, hij was van mening dat Kant het fout had. En dat er dus zoiets is als een veld wat een wezen creëert. Dat veld, dat is het wezen. En die moleculetjes, atoompjes, dingetjes, die rangschikken zich naar dat veld. Zoals je, dat kan je doen met een tafelblad. Dun, heel dun. Dan doe je een stevige magneet onder. En dan strooi je ijzervijzel over dat blad. En dan zie je, zeker als je met twee magneten gaat werken, dan krijg je allemaal patronen. En dan ga je denken dat
De ijzerweefsel, oh, dat leeft. Nee, dat ijzerweefsel, vijlsel, dat rangschikt zich naar dat veld. Dat kan je denk ik wel voorstellen in je hoofd. Hè? Je kan het ook op YouTube kan je denk ik wel vinden als je het hebt over magnetisch veld en dan ijzerveilsel. En dan zie je allemaal leuke testjes ermee. En Jordan zegt dat het zo zit met de levende wezens. Ook, of beter gezegd, bij de levende wezens is er sprake van een veld. Maar het is er wel. Dus bij een magneet weet je precies, het zijn die magneten. Maar die kennis is er dus niet. Het is niet bekend wat de aanstichter is van dat veld. Maar dat veld is er. Geeft een hele andere kijk op gezondheid bijvoorbeeld. Geneeskunde. En ga je meer denken vanuit dat veld. En dan kom je heel dicht in de buurt bij dingen als Duitse geneeskunde. Of Germaanse geneeskunde. En antroposofie. En wat heb je nog meer in die trant? Misschien zelfs wel homeopathie. En je hebt in de 20e eeuw heb je ook gehad die man, die Brit. Rupert Sheldrake. Met zijn morphic resonance. Die spreekt over hetzelfde. Maar dan vanuit een hele andere hoek. En deze twee voorbeelden van wetenschappers uit de 20e eeuw. En er zijn er meer, hoor. Die worden niet. Die staan niet in de krant. Daar heb ik nou nooit een tv-programma over gezien. Terwijl het zo bijzonder is. Ze zijn niet eens verguisd. Dat is nog een punt ook. Ze zijn alleen genegeerd. Ze zijn de genegeerde wetenschappers van de 20e eeuw. Dat is gek, hè? Vind je niet? Alleen daarom al zou jij in deze tijden van corona dat boekje moeten gaan lezen over de causale verklaring van het leven. Het is heel goed geschreven. En niet dik. En je hebt het ook Heidegger, maar ja, dat is dan filosofie, hè? Nee, Heidegger, ik zeg het fout. Die Nederlander, die Groninger, Heijmans. Begin van de 20e eeuw. En, dat is eigenlijk ook een wetenschapper, want hij heeft een studie gemaakt van wetenschap. In die zin, het was in die dagen dat de kwantummechanica opgang deed. En dat de kwantummechanica kon ontstaan, kwam, omdat aan het einde van de 19e eeuw, toen kwam de matrixrekening. Kunde. In het wiskundige vocabulaire, moet je zeggen. En bij de matrix, dat is best makkelijk uit te leggen hoor. Wiskunde begint bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Tellen, dat is niet echt wiskunde. Dat gaat eraan vooraf.
Maar dan heb je dus die cijfers en die operatoren, zo weet je dat. Dus je hebt cijfer 1, je hebt cijfer 2 en dan doe je er een operator tussen. Bijvoorbeeld plus. En dan doe je een andere operator, min, dan krijg je weer wat anders. Dat soort. En dat werkt dus met cijfers. Nou, en zou je nou ook paren cijfers kunnen vermenigvuldigen? Kun je over nadenken. Dus 2,3 bijvoorbeeld. Hè? Keer 4,6. Wat is dat dan? Kan dat? En dat, daar kan je een betekenis aan koppelen. Je kan ze, ja, je kan optellen kan. Dus 2,3 plus 2,1, dat wordt dan 4,4. Dus dan, en dan gaan we het aftrekken ook, dacht ik. En het leuke van twee getallen is dat die kan je visueel maken met een pijltje. Dus denk aan een assenstelsel, hè? Van boven naar beneden en van links naar rechts. En dan van die getalletjes. Dat heb je vast wel eens gezien. Daar kan je een grafiek mee tekenen. Nou, zo'n assenstelsel in 2D heb je een x-waarde en een y-waarde. Dus dan heb je 2,2 is dan dus twee vakjes naar rechts, twee vakjes naar boven, daar een puntje. En dan moet je een pijltje trekken vanuit de 0. Dan trek je een pijltje naar het puntje toe. Daar zit hij. Dat noem je een vector. En je kan vectoren optellen. Dat werkt heel grappig. En dan wordt het heel bont. Als je dus een vector hebt, kan je een vector hebben van 2 of van 3 of van 4 of van 5. Hè? Dus heb je 5,4,6, plus, en dan gewoon komma. Heb je gewoon een reeksjes. Maar wat ze dan met die matrix doen, is dat je dan hebt, als je het goed uitspreekt, 1,2,3, 3,4,5, 6,7,8. Dan heb je dus een reeks van vectoren. Snap je hem nog? Ja. Dan kan je die getalletjes boven elkaar gaan schrijven. Dus dan schrijf je op papier een 1, een 2 en een 3. Daaronder schrijf je een 4, een 5 en een 6. Daaronder schrijf je een 7, een 8 en een 9. En dan doe je er haakjes omheen. Dat is de schrijfwijze. En dan heb je dus een serie van serietjes. Een serie van een serie. En dat noem je een matrix. En als je kijkt naar een spreadsheet, dan zie ik het te kijken naar een matrix. Een hele grote matrix. Nou, kan je die ook vermenigvuldigen? Ja, dat kan. En daar kan je dingen mee doen, joh. Zo. En in het begin van de 20e eeuw kreeg je dan ook dingen als matrixen van functies. Nou, daar gaat het helemaal. En dat is dan die wiskunde, dat ligt ten grondslag aan de kwantummechanica. Zo heb ik me laten vertellen. Dat is een essentieel onderdeel daarvan. En dan is het statement, het uitgangspunt, dat een deeltje, dat is niet echt een deeltje, het heeft een golffunctie. En die golffunctie geeft aan wat de kans is dat dat deeltje zich ergens bevindt. En meer weet je niet van een deeltje. Dat is kwantummechanica. Dat komt door die wiskunde. Anyway,
die Heijmans, die zag dus die kwantummechanica, dat moet hij gezien hebben. En nog veel andere wiskundige modellen over het beschrijven van de werkelijkheid. En hij heeft al die vormen van de mensheid met haar wiskunde en haar modellen, die heeft hij gecategoriseerd. En bij wijze van spreken gezegd van nou, de theorie van Einstein, die valt in deze categorie. En de kwantummechanica, die valt in die categorie. Maar categorieën van denken, dus categorieën van modellen, zo moet ik het zeggen. En hij concludeerde dat je op basis van die modelleringen niet kan komen tot een verklaring van het bewustzijn. Het bewustzijn, dat is namelijk. En dat is het fenomeen wat je moet verklaren en iets anders niet. Zo'n vent als Darwin, ontzettend, is een flapdrol, by the way. Het was echt helemaal niemand. Schande over ons dat wij dat gebeuren zoveel achting hebben gegeven. Dat slaat echt helemaal nergens op. En Darwin heeft dan een poging gedaan om te komen met een plausibele verklaring voor het feit dat op de Galapagos-eilanden op het ene eiland een bepaalde vinkensoort voortkwam. Die wel heel erg leek op een vinkensoort van een ander eiland, maar dat was toch echt een heel andere vink, maar ze waren wel hetzelfde en daar heeft hij dan een verhaal bij. Want op het ene eiland had je heel veel besjes te eten voor die vogels, en op het andere eiland moesten ze juist insecten eten, want er waren geen besjes. Dus die vinken hadden zich aangepast. Hier gaan we dan maar een snaveltje krijgen om bessen te eten, want er zijn hier geen insecten. En op het andere eiland dachten die vinken er heel anders over. Maar dat heeft dus niks te maken met een verklaring van het bewustzijn. En dat is de grote vraag, waar komt dat vandaan? En die moet je beantwoorden met een materieel plan, met een model, met een idee. En dat kan niet. En dat weten wij. En dat komt omdat wij denken in termen van oorzaak en gevolg. En als je denkt in die termen van oorzaak en gevolg, dan begeef je je binnen een kader. En jij gaat misschien nu zeggen, ja, Perry, geloof je dan niet in de wet van oorzaak en gevolg? En dan zeg ik, ja, dat is mijn geloof. Daar geloof ik in. Dat is mijn geloof. Een bewijs ontbreekt. Dat is mijn standpunt. Dat is ook het enige correcte standpunt. Dat zou voor ieder mens moeten gelden. Als iemand aan je vraagt, ben je soms gelovig? En je zegt ja. Oh, en waar geloof je dan in? Nou, moet je zeggen, de wet van oorzaak en gevolg. Daar geloof ik in. Heilig. Nou, wat heb je er aan zich om in die wet te geloven? Ik denk altijd in oorzaken en gevolgen. Ik zie sommige mensen dingen doen waarvan ik denk van ja, dat heeft dat en dat gevolg. En dan gaan die mensen er vrolijk mee door omdat ze dat geloof niet hebben. Wel, zeg je er wel mee, ik geloof dat niet hoor. En dan gaan ze het toch doen en dan krijg ik gelijk. Want ik geloof in de wet van oorzaken en gevolgen. Simpel. Kan je ook niet, ja, kan het dus niet weten. Dat is een punt. Maar ga je uit van de wet van oorzaak en gevolg, dan gaat het weten open als een mooie bloem. Dat is de wereld van het weten. Het is helemaal zo simpel allemaal eigenlijk. Je moet het rustig beschouwen. En
deze tijd van crisis. Eigenlijk er is maar één crisis. En dat is, dit gaat enorme gevolgen hebben voor zoiets als spaargeld. Dus ik hoop niet dat je spaargeld hebt. Of het is niet erg als je spaargeld hebt, maar ik hoop niet dat dat spaargeld ergens voor bedoeld is. Dan zou ik me... Ja, maar dat was altijd al zo. Wat moeten mensen met spaargeld? Heb je iets onder de ledenen of zo, dat je binnenkort niet meer kan werken? Lichamelijke kwetsuren die eraan gaan komen? Je gaat toch niet vreemd of zo, hè? Dat je denkt, ik krijg straks een scheiding in mijn nek en daar heb ik geld voor nodig. Nou, dat is het enige. Dan raak ik spaargeld allemaal kwijt en... banen natuurlijk. Er gaat een verschaling komen in het aanbod van producten. Maar aan de andere kant, het internet blijft maar leveren. Dus. Maar ja, die producten gaan dus komen uit fabrieken waarvan jij niet weet hoe de arbeidsomstandigheden zijn. Dat is wat er gaat veranderen. En je gaat brood kopen waarvan jij niet weet welke bakker het gebakken heeft. Je weet alleen maar waar het ligt, bij welke supermarkt. Komt misschien wel allemaal uit één grote broodfabriek, bijvoorbeeld. Maar denk er eens rustig over na, dat waren ze waarschijnlijk altijd al van plan. En nu gaan ze het dan bereiken. Dat is het. En dan zitten wij gevangen in hun productiesysteem. Want er is er geen ontsnappen meer mogelijk. Er is er voor de rest ook helemaal geen eten meer te krijgen. Behalve dat wat uit de fabriek komt. De broodfabriek bijvoorbeeld. En de pastafabriek. Dat is wat je zal gaan merken. Maar kijk, je blijft in Nederland voorlopig echt nog, behalve brood en aardappelen, ook rijst kunnen kopen, pasta's natuurlijk, en bulgur en couscous. Chinese mie. Waar maak je nou druk over? Ik zat laatst te kijken op zo'n internetsite bij zo'n toko Gelderland of zo. Vanwege de corona is er extreme drukte en wij nemen via internet geen orders meer aan. Hier. Ik hoop dat ze inmiddels weer open zijn op het internet dan, hè? Het is ook nog een echte winkel, volgens mij. Maar daar kan je spullen kopen, joh. Ingevroren bamboe. Kijk. Maar dat is lekker, jongen. Bamboe. En dat is geen GMO-bamboe. Want waarom? Bamboe, dat groeit daar... Dat is onkruid. Dat is net zoiets als brandnetels hier. En dan komt hij met scheepsladingen naartoe. En de oude ze niet meer, hoor. Tuurlijk niet. Dus je kan aan de ene kant zeggen, door die massale immigratie, we hebben allemaal WW-zoekers erbij. Nou, dat maakt dus geen donder uit, want zo dadelijk heeft iedereen WW. Of je werkt voor de overheid. Dus dat zijn we toch allemaal. En dan blijft alleen maar over
dat die immigranten ervoor zullen zorgen dat wij voorlopig... En anders hadden we waarschijnlijk echt alleen maar niks. Bruine bonen. We moeten niet aan denken. En nu meer erover nadenken, dan denk ik, ja, die jongens en meisjes van de wereldorde, dat is allemaal lekker bezig en allemaal mooie plannen. Maar wat willen ze nou eigenlijk? Ja, ik voorzie dat we er zo dadelijk achter komen dat het leven onder één groot communistisch regime, met de paus aan het hoofd, en alles moet me kunnen, allemaal homo's op straat en zo, dat het allemaal niks voorstelt. We gewoon doorleven. En dingen zoals elk jaar op vakantie naar ik weet niet waar naartoe. Ik denk dat wordt misschien wel moeilijk. Maar was dat nodig? Was dat een essentieel ding van je... En trouwens, dan kom je terug op die immigranten. Die immigranten die zullen er echt heen en weer mogen vliegen. Dus als je een beetje aanschurkt met een immigrant, en dan zit jij rustig voor 3 maanden ook in Marokko. Dat zullen ze niet tegen kunnen halen. Dus wat verandert er dan feitelijk voor ons? Je hebt alleen niet meer die idee van nou, een eigen huisje. En dan wil ik een dit, en wil ik een dat, en dan wil ik zus, en wil ik zo. En dan moet je allemaal kapitaal opbouwen en zo. Ja, en dan ga je dood en dan. In je laatste hemd zitten geen zakken. En dat zaten ze al nooit. Dus wat is er nou aan de hand? En je hebt natuurlijk dat probleem. Dat is in Frankrijk nou weer gebeurd. En dan gaat die buitenlandse jeugd die gaat lopen rellen. Maar ja, is dat ons probleem? En ik heb gehoord hier in Arnhem, daar heb je veel last. Volgens mij zijn het ook buitenlanders, hoor. Buitenlandse jeugd. En die steken auto's in de fik. Ja. Het is een wijk die staat erom bekend. Dat daar een beetje rare slag woont. Qua buitenlander. En die mensen moet je denk ik met rust laten. Wij dus. Hè? De overheid gaat zich daar wel mee bemoeien. En die bakt er helemaal niks van. Mijn vriend, de timmerman, die kwam op zo'n renovatieproject terecht. En toen was hij in een woning om daar een nieuw keukenblok te installeren. En toen zag hij hoe die mensen omsprongen met het materiaal wat er was. En hij zei tegen mij, dat sloeg helemaal nergens op om daar een nieuw keukenblok in te gaan zetten. Zo een ongelofelijke puinhoop. En vies. En die krijgen dan een gloednieuw keukenblok. En de boiler wordt vervangen voor een HR-ketel. En er wordt van alles gedaan voor die mensen. En die mensen die kijken, dat zei hij ook, die mensen die kijken van, oh ja, leuk, dat krijg ik allemaal. Dat vonden ze de normaalste zaak van de wereld, hoor. En dat hij ook nog aan zo iemand vroeg van, ja, en je werkt helemaal niet. Dus ik krijg je helemaal gratis. Die man waar ik het over heb, die vriend van mij, die heeft zijn studie afgebroken omdat die wilde gaan werken.
En hij is bouwvakker geworden, timmerman. Hij is timmerman geworden en in de bouw gaan werken. En die werkt de compleet cao-dinges. En hij is nooit ziek. Hij weet niet anders. Hij werkt 40 uur in de week. En hij verdient... Hij zei tegen mij dat hij verdiende 12 euro netto per uur. Daar kwam het op neer. Nou, daar doet hij het voor. Het is een hele energieke man. En die staat dus... Dat is echt... Dat is, die heeft mij verteld dat hij op een klus zat. Ergens tussen Arnhem en Nijmegen in. Dakkapellen plaatsen. Oh, dat is leuk werk, man. Dan zegt hij, ja, tof hoor. Oh, even dakkapelletjes doen we dan. Oh, een leuke gozer hoor. En, die uitvoerder, dat is ook wel aardig vent. En dan moet hij daar om 7 uur aan een dakkapel staan te trekken. Stipt, hè? Dus niet binnenkomen en gaan we eerst koffie drinken en de dag doornemen. Nee, om 7 uur wil meneer de uitvoerder zien dat de heren op de steiger staan. Met een hamer in hun hand. Want dan gaan we beginnen. En dan staat hij dus om 5 uur 's morgens op. En dan gaat hij zijn boterhammen maken voor tussen de middag. Koffie. En hij gaat zelf ontbijten, koffie drinken. En dan gaat de hele meuk in een hele grote tas. En dan stapt hij op zijn racefiets. En dan race hij fietsend naar zijn werk. Oh, zit hij zo. 3 kwartier, zo. Even doorfietsen en dan ben je er zo, hoor. Denk je, jeetje. Ja, hij werkt. En die mensen helemaal niet. Ja. Ja, dat snap je zelf wel. Dat gaat niet. En hij moet dan een keukenblok vervangen daar. Voor mensen die helemaal niks doen. Die niet eens hun eigen keuken schoonhouden. Die niet eens zuinig zijn op het oude dingetje wat ze wel hadden. Oh, ik krijg een hele nieuwe. Oh, ja, dan hoeven we hem ook niet schoon te maken. Ja, dat is wel handig. Oh, toch een fijn land, Nederland. Maar die mensen zijn ons probleem niet. Ons probleem zit bij onszelf. In hoe wij zijn. Oh ja, en over die 20e eeuwse wetenschappers. Er zit er ook één bij en die heet Bruce Lipton. Dat is er ook één voor jou in deze coronatijden. Bruce Lipton. Maar die zat op YouTube ook. Hij heeft ook geschreven. Hij heeft een boek geschreven en het heet The Biology of Perception. De biologie der ervaring. En daarin, zo kom ik lekker terug op mijn punt. Daarin wordt gezegd dat DNA niets meer is dan levenloze, gedachteloze informatie gelijk een boek in je boekenkast. Dus je celkern is een boekenkast en daarin staan boeken. En welke boeken worden er gelezen door de eigenaar van de boekenkast? De eigenaar van de boekenkast, die kiest welke boeken die leest. En als er een heel slecht boek in je boekenkast zit, dan is dat niet het einde van de boekenkast. Dan lees je gewoon dat boek niet. Namelijk. En dat de cel
de eigenaar is van de celkern. En de celkern is de boekenkast. En in de celkern zit het DNA en dat zijn die boeken. En DNA wordt heel gekozen uitgelezen. En het is met name de celwand die de informatie geeft op basis waarvan er uit de celkern bepaald DNA wordt gekozen als daar moeten we een kopietje van. En vandaar dus de biologie der ervaring. Het is de ervaring van de cel die bepaalt hoe de kern wordt aangesproken voor de replicatiedingensfactoren. Dus DNA heeft een passieve rol. En stukken DNA hoeven dus niet bepaald te worden gebruikt in het grote geheel. Dat ligt maar aan de ervaring van de cel. Bijvoorbeeld over kanker. Er is een theorie, een verhaal, dat kanker het gevolg is van schimmelgroei. En het plausibele aan het verhaal is dat schimmels erom bekend staan dat de excrementen, wat bij mensen pies en poep is, zoiets heeft een schimmel ook. Een excrement. En in de excrementen van schimmels komen, niet altijd, maar komen extreem giftige stoffen voor. Zoals penicilline. Penicilline is een killer. Oh, het is een medicijn. Nee, het is een killer. Als je penicilline in je lichaam brengt, dat is puur gif. En jij gaat er niet gelijk dood aan. Nee, maar een hele hoop andere dingen wel. En daar is het precies voor bedoeld. Dat heet antibioticum. Bio was leven, weet je nog? Het is allemaal zo simpel, hè? Maar goed, penicilline staat er dan onbekend dat je, ja, jij overleeft het wel. Maar ik geef je erbij, je maak er geen hobby van. Hè? Ga niet iedere dag penicilline innemen, want daar ga je denk ik dood aan. Maar overdosis. Als je het maar blijft doen, dan ga je er kapot aan. Ik vertel je nu geen geheim. Dus die excrementen van schimmels kunnen heel toxisch zijn, dat weten we. Nou, en dan zou je ook kunnen voorstellen dat je ergens in je lichaam een schimmelkolonie hebt. En die heeft al van die excrementen. En die toxinen, met een mooi woord heet dat zo, die komen dus tegen dat orgaan waar die schimmel op zit. Ja, dat orgaan, wat het ook maar is, een stuk vlees, een stuk lichaam. Waar die schimmel bovenop zit. Die scheidt die excrementen uit, met name natuurlijk naar dat waar het op zit. En de rest van de excrementen, ja, dat gaat door dat hele lichaam heen. Maar de excrementen waar het bovenop zit, daar blijven ze echt zitten. En dat dan die cellen daar, vanwege die ervaring die die cellen dan krijgen, namelijk allemaal toxische stoffen. En daar reageren die celwanden op. En die celwanden die geven dan signalen af naar de cel van ja, we zitten hier in een groot toxisch gebied en buckle up en zo. En dan creëert die cel als het ware een scheidingswand tussen het nog levende deel van het lichaam en het deel waar al die toxines zitten. Dan neemt die cel een andere rol aan in het lichaam dan waar die voor bedoeld is. Namelijk, alleen nu is het belangrijk dat er een barrière komt. En die cel die offert zichzelf dan op voor de rest van het lichaam. Ik ga verharden. En ik hou die toxines van buiten. Zodat de andere cellen door kunnen gaan met hun cellenbestaan.
Dus dan creëert het lichaam als het ware een scheidingswand tussen zichzelf en die schimmelkolonie. En dat dat dan kanker is. Dat wordt gezien als kanker. En inderdaad, ook in de allopathische dingen waar ze mensen open gingen snijden om een tumor weg te halen, zagen ze op die tumoren meer dan eens behoorlijke schimmelkolonies. Maar ze dachten van ja, kijk, eerst was er de kanker en toen is die kanker gaan schimmelen. Ja, zo kan je denken. Maar zo denkt niet iedereen. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, eerst ging het schimmelen en toen kwam er een kanker onder om die schimmel buiten, die excrementen, die toxine buiten de deur te houden. En het laatste wat je moet gaan doen, is om die barrière weg te halen, want dan komen de toxines weer direct in het lichaam. Heel ander idee over kanker. En welke nou van de twee gelijk heeft? Ja, weet ik niet, maar je zou in elk geval een medisch-wetenschappelijke discussie willen zien op niveau over de beide verhalen over kanker. En dat horen we helemaal niet. Nee, kanker, dat is dat komt van virussen en van... En van roken. Van roken krijg je kanker. Ja, zo. Maar die andere dingen die zijn, dat weet ik. Ik schrijf het niet uit mijn duim. En er worden allerlei gevallen gemeld als coronagevallen, waarvan ik denk, hoe kan je dat nou weten? Nee, ze roepen maar wat. Hier in het stadspark van Arnhem, onze stadswacht heeft corona. Je mag nu niet werken. Het enige wat die man heeft gehad is, hij heeft een dag op bed gelegen. En aan het einde van de dag hebben ze bloed afgenomen en zijn zuurstofgehalte in het bloed bepaald. En dat was te laag. En 5 dagen later voelde hij zich weer helemaal lekker. En hij mag nu niet werken, want hij heeft corona. Hij kan andere mensen aansteken. Ja. Dus als je te weinig zuurstof in je bloed hebt, heb je corona. Ja, als het zo simpel is, waarom wordt dan niet iedereen even getest op corona? Het is even testen hoeveel zuurstof je in je bloed hebt en is het ja of nee. Het slaat toch allemaal nergens op? We zijn de hele maat voor alles kwijt. En dat zie je. En dat komt niet door de corona. Nee, het is door de corona dat je het kan zien. Dat we alle maten voor verhoudingen zijn, dat hebben wij helemaal niet. Dus die zijn we dus niet kwijt. Ik wou zeggen, die zijn we kwijt. Nee, die zijn we helemaal niet kwijt. Die hadden we nooit al. En nu wordt het duidelijk. Er was op tv zo'n verhaal van een man en die was heel ingewikkeld, ging die doen over het feit dat het, dit is echt te gek voor woorden. En die man die doet dan alsof hij iets heel belangrijks aan het vertellen is. Hè? En wat hij zei van ja, kijk, het komt hierop neer, testen op corona, hè? Dat is een test. En een test die is niet per se 100% gegarandeerd. Die kan ook fout zijn. Dus we moeten testen, moeten we wel testen. En daar doet die man dan 5 minuten over. En daar zit dan 6 miljoen mensen naar te kijken. Want dat is het NOS-journaal. Iemand die komt je vertellen. Ja, kijk, als we dus een test hebben. Dan, zo'n test is niet 100% hoor. Hier. Ik geef je het volgende. Als je een auto hebt, moet je gewoon het voor de gein doen. Het is echt lekker rustig allemaal. Dan moet je een auto en,
En die moet dan toch voor de APK. En dan moet je eens heel eerlijk vragen aan die garagehouder die jij kent. Hè? De, inmiddels een vriend van je geworden natuurlijk. Door al die jaren heen. Nou, altijd goed gemast. En dan moet je wel vragen van, wat vind je nou eigenlijk van die auto? Wat zou er naar jouw mening aan moeten gebeuren? Zo, los van het feit. Ik zit niet te wachten op kosten. Maar wat moet er dan eigenlijk voor jou echt gebeuren? En als die man dan tegen je zegt, ja, ja, niks. Je bent momenteel wel, nee. Ja, ik heb, dat ding heb ik vorig jaar nog vervangen. En, ja, die was toen wel echt wel oud. Maar ja, die is eigenlijk nieuw. En ja, die startmotor, die doet het toch goed. Nou, zeg maar, nou, dat is helemaal in orde. Nou, moet je nog een keer vragen, weet je zeker? Nou, en dan ga je een garagebedrijf bellen. En dan moet je zeggen tegen een garagebedrijf. En die ken je helemaal niet. En zeg je, ja, ik heb een auto. En ja, die is wel heel belangrijk voor mij, hoor. Daar moet ik echt altijd van hem aan kunnen. Dat is echt, wow, die heb ik al echt moe mee. En ik maak me een beetje zorgen over mijn auto. En ja, kan ik even langskomen? En dan maken ze tijd voor je natuurlijk. En dan breng je die auto. En dan moet je erop letten dat je alleen maar vage klachten hebt. Dingen als ja, in de bochten. Dan, ja, dan stuur ik hem in en dan heb ik toch af en toe het gevoel, hè, dat ik of te veel wil bijsturen, oh ja, of te weinig. Het gewoon, dat, maar dat is vaak in bochten. Maar dat is ook bochten naar links, hoor. En soms heb ik het als ik hard rij. Maar ik heb het ook wel eens als ik in een woonwijk. En dan heb ik weer datzelfde dat ik denk van ja, dat is te stuur of zo. Maar ik weet niet of het stuur is. Dan kan natuurlijk ook dat die banden niet goed uitgelijnd zijn. Of ik zou het echt niet weten. En dan moet je ook iets over de motor gaan klagen. Van ja, met het optrekken. Soms dan trekt hij echt lekker door. Hè? En dan soms heb ik het idee dat hij een beetje inhoudt of zo. En dan denk ik, en dat is dan juist op zo'n moment op je denkt, waar kom ik wel even doortrekken? En maar het is echt niet altijd of zo, hoor. Maar, en bij het remmen, hè, dat, ja, soms heb ik het idee dat hij een beetje naar links trekt. Hè, maar er zijn ook momenten dat ik, ja, nee, hij trekt niet naar links, hij trekt naar rechts. Het is net alsof hij, ja, maar het is, ja, ik weet het niet goed. Dan moet je tegen hem zeggen. En laten doorschemeren dat het heel belangrijk is dat die auto het eindelijk een keer goed gaat doen. En dan moet je zeggen, ik raak een beetje het vertrouwen in die auto kwijt. Weet je, ik ben ervan afhankelijk. En ja, ik vertrouw niet helemaal meer. Dus wat ik nodig heb is iemand die ernaar kijkt met een onbevangen blik. En heel eerlijk zegt wat er moet gebeuren. En ik ben verzekerd. Moet je er ook bij zeggen. Ik ben verzekerd. Nou, en dan zegt die man zo, nou, dat is wel een hele lijst met dingen. En kan je hem een paar dagen missen? Dan zeg je, nou, dat is geen probleem. Ik regel wel wat anders. Hoef je helemaal niet natuurlijk. Het is maar gewoon een auto. En laat je hem een paar dagen staan daar. En dan komt die man, dan rijden we naartoe, zijn we ophalen. Dan zeg je, nou, en? Nou, dan zegt hij, ja, ga maar, wil je koffie? En dan krijg je koffie en dan gaat die man zeggen, ja, over, ja, we hebben hem gereden en dat heeft Karel gedaan. Hè, en die is de A12 op geweest en heeft dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan. Ja, we denken toch dat we, ja, dit is vrij oud, hè. Ja, en dan komen ze met een hele waslijst. Wedden? Ja, doe het maar. Maar je weet nu al dat je dat niet in het echt hoeft te doen. Jij weet nu al dat ik gelijk heb. Natuurlijk zegt die man dat er van alles aan mankeert. Die verzint wel wat. Die ruikt geld. En jouw dokter dan? He, die man in die witte jas. He? Ga je naar de dokter met vage klachten? Goed duidelijk maken dat je heel erg gehecht bent aan het leven. En dat je verzekerd bent. En dat je vertrouwen wil. Je wilt erop kunnen vertrouwen. Je wil het vertrouwen terug in je eigen lichaam. Nou, dan gaan ze aan de slag. Tuurlijk.
joh. Doe lekker rustig. En dat met die auto, het is erg verstandig om, als je al een auto hebt, om ja, één garage en daar gaat hij altijd naartoe. Dan kies je een goede uit. Moet je even vragen onder je kennissenkring. Wim, mijn vriend Wim, die zweert bij Sukkel uit Oosterbeek. Ik maak even reclame. Sukkel in Oosterbeek, die moet je hebben. Die is heel goed met Franse auto's. Maar hij kan ook Opel hoor. Dus, Maar heb je een wat ouder autootje en het geld groeit je niet op de rug. En je weet je te gedragen. Natuurlijk, het is meneer Sukkel. Zo heet die man echt. Daar kan hij niks aan doen. Een van zijn voorvaderen in de tijd van Napoleon, toen iedereen verplicht een achternaam moest kiezen. Dat is gebeurd, hè. Wij hadden vroeger geen achternaam. Het is met Napoleon gekomen. Dan had je van die grappige namen van, ik ben naakt geboren. Nou, zo is er ook iemand geweest en die zei, ik ben Sukkel, Jan Sukkel. Dus ja, een van zijn nazaten. Dat is een man met humor. Ja, die moet je hebben. Hey, kom op allemaal, er is niks aan de hand. En het is momenteel keigoed weer. En ik ga lekker programmeren zo. En alles komt goed. Ook met de corona, het komt allemaal goed. Want het goede is namelijk hetgene wat moet komen. De puinhoop is hetgene dat er al is. En zo was dat altijd al. Dus maak je niet zo zorgen. Het goede komt. Met kracht. Tot de volgende keer.